Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto kun je vaag wat bewolking boven West-Duitsland, bij de Waddeilanden en bij Zeeland zien, maar in de rest van het land is het uh, vrij zonnig. Hoge sluiwolken trekken wel hier en daar over, maar daar heeft de zon weinig last van. Veel zonneschijn, dus, temperaturen halverwege de ochtend rond een graad of 3, want het was koud vannacht met minima tot lokaal min 5 graden. Ook vanmiddag volop zonneschijn en een paar hoge wolkenvelden. En die mogen de pret niet drukken, wel een koude noordoostenwind. Temperaturen 8 à 9, lokaal 10 graden. Vanavond blijft het droog en rustig weer. Temperaturen liggen rond een uur of negen, rond 4 graden. En in de nacht gaat het bijna overal weer licht vriezen. Morgen, volop zonneschijn opnieuw, weer een paar wolkjes. Misschien in het noordoosten en oosten, uh, sorry, in het noordoosten en noorden in de ochtend wat meer bewolking, maar dat is nog onzeker. Temperaturen morgenmiddag 10 graden, maar die oostelijke wind blijft het voor het gevoel koud maken. Maandag en dinsdag trekt er even een gebied met wat wolkenvelden over, maar maandagochtend en dinsdagmiddag schijnt de zon weer. En woensdag overdag zijn de flinke zonnige perioden. En het blijft de komende week droog, met temperaturen s'nachts rond nul en smiddags rond of iets boven de 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.